Jessen en namens MRC Plus Sport en Beweeg gaan we nu een lekkere kwartiertje powerpauze doen met heel veel rekken en strekoefeningen. Voor vandaag heb je een stoel nodig en nog iets waar je zo meteen je handen op kunt leggen. Ik heb voor de zekerheid nog een extra stoel, maar je kunt ook eventueel een tafel of een aanrecht of iets waar je in ieder geval op tafelhoogte zo meteen je handen op kunt leggen. Ik hoop dat je al een lekkere halve werkdag hebt gehad of dat je straks kan beginnen met het werk. Want wat we nu gaan doen is het lichaam gewoon lekker eventjes klaarstomen, even lekker flexibel maken voor de rest van de dag. We gaan verschillende oefeningen doen, alle voor 1 minuut lang. Soms zal ik zeggen halverwege bij de 30 seconden switchen, want we hebben vaak ook twee kanten wat we natuurlijk dan moeten gaan rekken en strekken. En ik zal iedere keer heel snel van de minuut zeggen wat we gaan doen. En ik zal het tegelijkertijd voordoen, waardoor het gewoon heel makkelijk te volgen is voor iedereen. Goed. We beginnen met een schouderrol. Dus we draaien de schouders naar achteren toe. Oké, in 10 seconden gaan we beginnen. Dan gaat de timer precies een minuutje door. In 5, 4, 3, 2, 1. Dus we maken gewoon schouderrollen naar achteren toe. Je mag de bewegingen zo groot maken als je zelf wil. En over 10 seconden gaan we de andere kant oprollen. Even die schoudertjes dat losmaken, want als je al lang hebt gezeten, achter kantoor hebt gezeten, of dat je gewoon veel fysiek werk hebt gedaan, dan kunnen die schouders best wel vastzitten. Oké, andere kant op. Eén kant gaat altijd makkelijker dan de andere kant. De meeste mensen willen naar achteren toe rollen, makkelijker dan naar voren toe. Rol ze naar voren. En die armen, die laat je eigenlijk gewoon langs je lichaam afbungelen. En de schouders, daar komt de beweging vanuit. Oké, we gaan naar de volgende. Je doet je vingers in elkaar, draait ze om en je duwt ze gestrekt naar voren toe. Dit doe je op schouderhoogte. Je duwt dus die handen naar voren toe. Je voelt de rek in je vingers, in je polsen, in je onderarmen, in je bovenarmen. Schud eventjes los. En doen we dat nog een keertje de rest van de minuut. Dus in elkaar en je duwt naar voren toe. Tot schouderhoogte. Nog 10 seconden eventjes vasthouden. Je mag je arm echt ook naar voren toe duwen. In 3, 2, 1, laat los. Dat was naar voren toe. Nu gaan we omhoog. Dus de handen weer in elkaar. Rekken. En omhoog. Tot helemaal boven je hoofd. Helemaal uitstrekken. Als je wil, mag je ook naar boven toe kijken. Als je dat fijner vindt. Goed je navel intrekken. Maar ga niet hangen. Dat is niet de bedoeling. Steek je hoofd eventueel naar voren toe. De een vindt het fijner om naar boven toe te kijken. De andere vindt het fijner om met het hoofd er doorheen te gaan. Voel wat jij fijn vindt. Schud weer eventjes los. En dan doen we nog een keertje de rest van de minuut. Dus eerst naar voren toe en breng ze dan omhoog. Nog 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los, schud even los. We hebben voor gehad, we hebben boven gehad. Nu gaan we naar achteren. Dus doe je achter vastpakken. Nu niet omdraaien, want dat, ja, dat kan wel, maar is vrij lastig. Wat je gaat doen, is hem gewoon omhoog trekken, zo ver als mogelijk. Hierbij is het belangrijk dat je je borst ook echt goed naar voren toe doet. Dus trotse borst. En omhoog duwen. Wil je meer? Er zijn bepaalde mensen die willen meer. Dan ga je naar voren toe buigen
En dan merk je dat je nog iets verder kunt met die armen. Kom op, hou dit nog eventjes vast, 10 seconden. In 3, 2, 1, kom langzaam recht. Oké, dan trekken we één been naar ons toe. Heb je moeite met je balans? Zorg dan dat je een muur op de achtergrond hebt, dat je daarop kunt leunen. En trek je die knie goed naar je bovenlichaam toe. Maar dat kan natuurlijk ook van de muur af. Hou dit even vast. Gaat het echt niet en heb je geen muur in de buurt waarbij dit kan, dan kun je ook eventueel gaan zitten en hetzelfde doen. Goed omhoog trekken. Wisselen van kant. Dus kies je optie op de stoel. Maar het is natuurlijk leuker, uitdagender om dat gewoon staan te doen. Zoek die balans. En dat been trek je goed omhoog. In 3, 2, 1. Oké, nu gaan we een grote stap naar de zijkant zetten. En gaan we naar de zijkant zakken. Dat andere been is mooi gestrekt. En je voelt direct hier aan de binnenkant van je been. Probeer er eens gestrekt te houden. Je mag op je rechterknie mag je leunen. En kijk hoe diep je kunt gaan. Als je maar tot hier kunt, is ook goed, hè? Dames en heren, gewoon eventjes kijken wanneer jij die rek voelt. Er zijn mensen dat heel flexibel zijn en dat helemaal naar beneden toe gaan. Maar kijk even. We gaan wisselen. Dus we gaan naar de andere kant toe. En daar gaan we naartoe leunen. Draai ook even je voeten wat mee. Dus je been wat gestrekt is. Die teen die wijst naar voren toe. En deze waar je op leunt is ongeveer op 1 uur, 2 uur. Daar staat hij. We houden dit nog 4 seconden vast. En dan gaan we naar de stoel. 3, 2, 1. Oké. Nu hebben we de stoel nodig. En eventueel een andere stoel op een tafel. Je gaat zitten op het puntje van de stoel. Je legt je polsen op de tafel. Of iets wat je dus in de buurt hebt. En je laat je hoofd er doorheen zakken. Je duwt ook die polsen naar beneden. Je duwt je armen helemaal naar beneden. Je voelt nu je rug in de bovenrug. Of je voelt de rek in je bovenrug. Blijf die armen goed naar beneden te draaien. Of duwen, sorry. Blijf dan laag duwen. Nog 7 seconden. Oké, kom maar eventjes recht. Je blijft hier op dat puntje van je stoel. Blijf je zitten. Je legt je rechterknie over je linkerknie. Je tikt met je linkerhand deze goed naar je toe. En je draait naar achteren. Kijk hoe ver je door kunt draaien. En je blijft die knie goed naar de andere kant toe trekken. En we gaan wisselen van kant. Dus je doet je rechterbeen over je linkerbeen. Je trekt met je rechterhand dat been goed naar de rechterkant toe. En je draait naar de andere kant. Dit voel je in je rug. Dat voel je misschien nog in je bovenrug. Dat kun je in je bil voelen. Oké, nu de voeten naast elkaar. Je mag nu wat meer naar achteren toe gaan in die stoel. En we gaan naar voren toe leunen. Kijk hoe ver je komt. Laat alle spanning los in je schouders en in je rug. Laat ze gewoon lekker hangen.
inademen. Gaat goed mensen. Kalp. Nog 12 seconden. Relax. Diepe in- en uitademingen. 3, 2, 1. Oké. Wat we nu gaan doen is om en om. We gaan weer ietsjes meer naar voren toe. Om en om gaan we die hakken omhoog halen. De rest van je lichaam is recht. Je trekt je navel in en de focus is op die voeten. Om en om. Zometeen gaan we naar de hakken, dus de tenen optrekken. In 3, 2, 1. Oké, nu je tenen optrekken. Dit is wat lastiger. Vooral de mensen die ook wat hakken aan hebben op dit moment, dat is wel lastiger. Probeer ze hoog op te trekken. Naar het midden toe. Dan kom je langzaam recht. Dan trekken we een gestrekte arm. Die trekken we naar achteren toe. Duwen naar achteren toe. Achter ons hoofd. En je duwt diezelfde hand naar diezelfde schouder. Dan voel je het nog meer aan de achterkant hier van je arm. Dus nu als ik mijn rechterhand naar achteren toe heb gebracht. Doe ik die meer naar mijn rechter schouder. Even los en wisselen. Dus linkerarm gestrekt en die duw je naar achteren toe. En dus niet hier bij je rechterschouder, maar bij je linkerschouder. En je blijft goed naar achteren toe duwen. Dan voel je het hier echt aan de voorkant. Oké. Maak weer even een korte schouderrol naar achteren toe. Nu duwen we de vingers in elkaar en draaien we die. Even zo links, rechts, links, rechts, links, rechts. Handpalm om en om boven. Nog even een korte rek voor onze nek. Die laat ik altijd terugkomen. Die is zo belangrijk, want heel veel mensen hier het vast hebben zitten. Je rechterhand omhoog. Je linkerneus naar je linkeroksel. En je voelt hier die rek komen. Heb je nu zoiets van, oh, dit voelt bij mij echt heel erg vast. En dat kun je ook thuis doen. Heb je een balletje, een tennisballetje of een ander hardballetje. Dan zou je er nog overheen kunnen rollen. Dan maak je het nog extra los. En wisselen van kant. Dus linkerhand gaat omhoog. Neus gaat naar de rechter oksel toe. En je voelt hier die rek lopen. Goed, schud even lekker alles los. Ik hoop dat jullie je een stuk flexibel voelen en dat jullie de werkdag goed verder kunnen vervolgen of starten. Ik vind het heel erg leuk om te zien wie allemaal meedoet. Dus like dit bericht, like deze video. Als je het leuk vond.
ons typ ook nog even een opmerking, een comment. En je kunt hem ook zo vaak als je wilt terugkijken. Deze video wordt gewoon opgeslagen op de Facebookgroep. En je vindt hem altijd terug in de tijdlijn en in het album van video. Als je fijne ideeën hebt voor ons, dan laat het ons weten. En ik wens je een hele fijne werkdag toe.